We staan bij BeFest, een evenement wat plaatsvindt op Belkum Beach, waar diverse bands spelen en waar je ook verschillende soorten bier kan proeven. En we gaan vandaag een kijkje nemen wat hier allemaal te doen is. Dus loop maar met me mee. Heb je nou je zin? Ja, zeker. Ja? En welke heb jij? De Sauve 18 Session IPA van Frontaal. Zo, dat is een hele mond vol. Letterlijk. Ja, en ben jij het genieten hier? Ja, gewoon biertje drinken, muziekje erbij. Met wie bent u allemaal? Met haar. Gezellig, gezellig. Mooie haar ook. En vindt u het een leuk feestje hier zo? Ja, dat was een beetje onverwacht. Zij zei, ja, we gaan even hier, ik kom hier niet vandaan. Hoe heet het hier? Belkum Beach. Belkum Beach. Ja. Dus wij dachten, gezellig een paar mensen en dan de muziek, zonnetje, biertje, ja. Dat is leuk. Heerlijk. Ja, leuk, leuk. Ja, nee, het is vrij divers. Natuurlijk veel mannen met baarden. Maar daarnaast zijn er ook dames. Zit je zelf ook, toch? Ik heb zelf een klein baardje. Ja, het is een beetje een schattig baardje. Vergeleken met de rest. Ja, dat is wel heel attent van je, hoor. Dankjewel. Ik ben benieuwd. Proost. Cheers. Ja, ik vind het echt lekker. Ja, lekker fris inderdaad. Anders dan, normaal, ja. Ja, dank je. 4,5%. Oh, dat kan ik nog wel hebben. Dus kun je er een paar drinken vandaag, dan kun je nog de laatste band zien bijvoorbeeld. Voor de Haagstichting zijn we altijd bezig. En alles wat we deze dag ophalen, dat brengen we ieder jaar weer naar de Haagstichting voor de kinderen. En, ja, en het is gewoon hartstikke gezellig. Dat is goed voor het goede doel inderdaad. En komen er dan veel mensen hier naartoe? Als we het goed aanpakken wel. En waar ligt dat aan? Een beetje voorbereiding natuurlijk, een beetje je klanten laten weten waar je uithangt. We hoeven niet alleen in de barbershop rond te hangen, maar we kunnen ook gewoon lekker hier bij Belkum Beach rond hangen. Kunnen jullie iets vertellen over dit evenement? Dit is BeFest. Het is eigenlijk een festival wat we vanuit Brouwerij Bliksem organiseren samen met Smaker. Dat zijn twee boys die kok zijn. En het is een beetje oorspronkelijk begonnen als een grapje. Met het idee van we wilden een leuk feestje maken met bandjes, leuk lekker bier en goed eten. En dan met je voetjes in het zand. En ooit 4 jaar geleden zijn we het begonnen en toen stond er 2 brouwers, 1 bandje en een slechte DJ. En dat is een beetje uit de kluiten gewassen. En nu doen we het met een heel team van vrijwilligers, waaronder Dirk Jan en nog een hele hoop mensen. En hebben we 6 bands staan, een DJ. Een hele foodcourt, wat Smaker helemaal regelt. En 7 brouwerijen, waaronder ook internationaal, dus ook Belgisch staat erbij.